Nou, hallo allemaal. Welkom bij dit bijzondere D-examenconcert. Allereerst is het natuurlijk ontzettend bijzonder omdat we maar liefst 3 D-kandidaten hebben, waar wij als vereniging apen trots op zijn. Maar daarnaast is het natuurlijk super bijzonder omdat het een livestream is. Dit is ook de eerste keer in de Eendrachtgeschiedenis dat we een livestreamconcert zouden gaan geven. We zitten hier namelijk samen met de D-kandidaten in de studio van Sound Solution en zij zullen hier hun stukken ten gehore gaan brengen. Zoals eerder gezegd, 3 D-examenkandidaten. Kaya Hieltjes op bugel, Maaike Wevers op euphonium en Merle Esselink op trombone. Omdat we natuurlijk niet met het hele orkest hier kunnen gaan zitten, zullen zij begeleid worden door Gerben Kruiselbrink op piano. Hij zal de dames begeleiden. Kaya zou het spits als eerste afbijten met haar solostuk op bugel. Nu kan ik gaan vertellen hoe haar stuk heet, wie Kaya precies is en wat haar geschiedenis is bij Eendracht. Maar het is natuurlijk veel leuker als andere mensen dit doen. Want het is ontzettend jammer, Kaya, dat de mensen die heel dicht bij jou staan niet bij jou kunnen zijn. En daarom hebben we iets voor jou geregeld. Er zijn een paar mensen die iets tegen jou willen zeggen. Kaya ken ik al vanaf haar geboorte, want ik ben haar oma. Kaya, je bent heel muzikaal. Want als ik je wel eens naar school bracht, dan zat je achter op de fiets te zingen. Je ging ook al vroeg naar muziekles, net als je zus Lois, je nicht Merle en je neef Jurien. Vanaf het begin speelde je fanatiek bugel, elke dag oefenen en vaak samen duetjes spelen met Lois. Het is dat corona roet in het eten gooide, anders had je al op je 15e D-examen gedaan, al dus deze trotse oma. Kaya, ik wens je heel veel succes. En Merle ook. En natuurlijk Maaike ook. Zet hem op! Hi, ik ben Imme. En Kaya en ik zijn denk ik nu zo'n 8 jaar vriendinnen. Bij de muziek hebben we elkaar ontmoet toen we allebei denk ik zo'n 8-9 jaar waren. Toen we nog guppies waren. En ik denk dat we sindsdien samen alle orkesten bij Eendracht wel lang zijn gegaan. Om te beginnen bij de notenbende, de orkestklas, Unity en nu ook samen in de fanfare. Ja, in die jaren al super veel leuke dingen bij Eendracht meegemaakt. Repetitieweekenden, super vette concerten en ja, nu doe je gewoon D-examen. Super vet, ik ben ook hartstikke trots op je en zet hem op. Heel veel succes! Hoi, ik ben Henrike. Ik heb Kaya mogen helpen bij het instuderen van het stuk Holiday Impressions, dat is geschreven door Rob Goorhuis en dat is een solostuk voor bugel met een fanfareorkest. Met dit stuk neemt Kaya jullie mee naar verre stranden, naar exotische steden en er zitten allerlei mooie contrasten in. Hele pittige ritmiek, mooie techniek, maar ook hele mooie lange lyrische lijnen. Ik ben heel benieuwd naar de vertolking van Kaya van vandaag. Ik wil je in ieder geval heel veel succes wensen en ik weet zeker dat je er een prachtige uitvoering van gaat maken. Zet hem op! Kaya, we wensen jou allemaal onwijs veel succes. Zet hem op! Thank you.
Kaya, je hebt het echt onwijs goed gedaan. Ga lekker naar achter, ga lekker even achteroverleunen. Je kan even relaxen. En ondertussen gaan wij ons even klaarmaken voor de volgende kandidaten. Nou, welkom terug allemaal. Inmiddels hebben we ruimte gemaakt voor de tweede D-kandidaten, Maaike. Maaike gaat haar stuk op Euphonium voor jullie spelen. En ja, het zou misschien geen verrassing zijn inmiddels meer. Ook voor jou geldt natuurlijk dat er helaas geen vrienden en familie als publiek bij kunnen zijn. En daarom hebben we ook voor jou een paar filmpjes opgestuurd gekregen. Hey Maaike, dit is Dennis vanuit Zweden. Vandaag is jouw fotodag, het openbaar D-examen. Het is eindelijk zover. 10 jaar geleden zijn wij samen begonnen met muziekles. Bij Gert, jij als 9-jarige, ik als 10-jarige. Ik weet nog heel goed dat we in de kantine zaten en dat we elkaar gingen voorstellen. We moesten wachten voor de orkestklas. Jij in groep 6, ik in groep 7. Joh, wat waren we jong. En wat hebben we leuke tijden beleefd met muziekles. Van onze hoofden fotograferen onder de kopieerapparaat. Stiekem koekjes stelen vanuit de kantine. Huis, tuin en keukenvideo's maken bij de fietsenstalling of bij de Tunte vrachtwagens. Jan TV opnemen op een Samsung Star. Zoveel gekke dingen gedaan. En wat is het toch fijn om dat met jou te mogen en te kunnen doen. Muziekles was niet alleen een half uurtje les. Het was gewoon anderhalf uur les. Waarvan een uur buiten en
in een half uur met Gert. Ik wens jou gewoon onwijs veel plezier. Het podium is van jou. We hebben het samen mogen delen met Purpose Love en nu is het podium van jou. Zet hem op. Speel de sterren van de hemel en geniet ervan, lieve Maaike. Hey Maaike! Hallo Maaike! We komen je nog even storen voor de laatste keer. Om jou vanavond heel veel succes te wensen met je D-examen. Het is de dag die eindelijk aangebroken is en waar je heel lang naar uitgekeken hebt. Want zei je dan, mam, weet je wel hoe belangrijk het is, het D-examen? Dat is het hoogst haalbare. Ik kan bijna niet geloven dat ik dit niveau bereik. Ja, meid. Je was altijd heel hard aan het studeren en wij mochten jou nooit storen. We staan hier dan eigenlijk ook op een stukje heilige grond. Aan de voet van de... Van de berg. De Green Hill. Waar het stuk geboren is. Wij willen jou dan vanavond ook nog even heel veel succes wensen. Met jouw solo stuk, speciaal geschreven voor Euphonium, door Maaike Wevers. De Green Hill. En Iris zou zeggen, meid, toeter hem maar! Hoi Maaike. Hoi Maaike. Vandaag is het eindelijk zover. Een half jaar later dan gepland. Wij denken dat je nu een keertje kent. Normaal gesproken zit je bij ons in de band, maar voor deze opname hebben we het even zonder jou gedaan. Namens Orbis wensen jullie heel veel succes met je D-examen. Zet hem op! Hey Maaike! Hallo Maaike! We komen je nog even storen voor de laatste... Nou, zet hem op Maaike, gaat helemaal goed komen. Thank you.
Echt super goed gedaan, echt heel mooi gespeeld. Ook jij kan nu even lekker weer achterover leunen. En dan gaan wij ons even klaarmaken voor de derde kandidaat.
We gaan alweer door naar het derde en tevens laatste D-examenkandidaten. Merle Esselink gaat haar solostuk voor trombone tegen horen brengen voor jullie. Inmiddels misschien niet zo'n grote verrassing meer, Merle, maar ook voor jou op een paar mensen die nog wat voor jou willen zeggen. Hoi Merle, Jannie hier, je buurvrouw. Ik hoor je vaak oefenen, maar dat kan ik zeker geen overlast noemen. Zo te horen kan het niet misgaan. Wens je super veel succes, liefst Jannie. Hoi, ik ben Lois. Ik ben het nichtje en de vriendin van Merle. En we maken al heel veel jaren samen muziek. Merle gaat voor jullie het stuk Brasilia spelen. Het is een solostuk voor trombone. Ze heeft natuurlijk keihard geoefend. In verband met corona is het concert al een aantal keren verplaatst. Maar nu kan ze eindelijk haar openbaar D-examen opvoeren. Merle, ik weet dat je waarschijnlijk nu heel zenuwachtig bent. Maar ik weet dat je het kunt. Succes! Hey Merle! We willen hierbij alvast super veel plezier en succes wensen met je D-examen. We weten dat je het echt super goed gaat doen en zelfs nog beter dan je al deed bij Solo tijdens het opvulconcert. We zijn echt enorm trots op je en super blij dat we zo'n muzikaal getalenteerde vriendin hebben. Heel veel succes! Volgens mij kan het niet meer misgaan, Merle. Heel veel succes, zet hem op en het gaat helemaal goed komen. Thank you.
supergoed gedaan, Merle. Echt heel goed. Ga maar even rustig naar achter, even wat drinken. Ondertussen gaat de jury eventjes kijken, luisteren en nog een keer beoordelen. En dan komen we straks bij jullie terug voor de diploma-uitreiking en het jurycommentaar.
Hallo allemaal, welkom weer terug. De jury is inmiddels uitgepraat en ik ga dan ook het woord overdragen aan onze juryvoorzitter Henk Jan. Dank jullie wel. We willen graag als jury eerst even Gerben Kruisenbrink bedanken voor het prachtige pianospel. Even ingevlogen omdat het dus inderdaad met orkest helaas niet door kon gaan. Nou, we hebben als jury onwijs genoten van dit mooie D-examen, dit bijzondere D-examen. En we hebben een aantal opmerkingen geplaatst. Dames, relaxed. Want jullie hebben natuurlijk allemaal al je praktijkexamen gedaan. Dat was op 20 juni jongsleden. En daar waren we natuurlijk allemaal al behoorlijk van onder de indruk. En de cijfers hebben jullie allemaal al gekregen, dus jullie krijgen vandaag geen cijfer. Dat doen we normaal gesproken eigenlijk niet. En, dus we hebben gewoon een aantal mooie opmerkingen voor jullie. Als eerste Kaya, de zeer prachtige uitvoering. Een ontzettend mooi lyrisch spel wat jij laat horen op een bugel. Zo moet een bugel gewoon klinken. En ook qua articulatie, dat is natuurlijk ook op een bugel, is het ten opzichte van een trompet, om dat af en toe wat duidelijk te krijgen, dat laat jij gewoon absoluut horen. En het is echt een genot. Ja, je was, cum laude was je al geslaagd en je laat het ook gewoon horen dat je in het water bent. Dus van harte gefeliciteerd. Gaan we naar Maaike op een prachtig mooi instrument, de euphonium. Jouw klank is ontzettend mooi, gewoon zowel hoog als laag. Dat gaat maar door en dat blijft gewoon ontzettend mooi klinken. Ook jouw techniek, want hetzelfde als op een euphonium en op een bugel, het instrument, je kunt er heel fantastisch op spelen qua techniek om dat te laten horen en dat laat je ook horen. Dus jouw verfijnde techniek hebben wij gewoon ook genoteerd dat echt een compliment is. En ook hebben we daar al genoten van jouw praktijkexamen, was ook waanzinnig hoog, dus dat top. En als laatste hebben we geluisterd naar Merle. Ja, jouw opening die stond uit een huis. We kennen jou allemaal als het moet. Dan kun je best erg zenuwachtig zijn. En, maar je laat het dan, je laat het dan gewoon toch wel weer horen. En fantastische intonatie, wat je op de trombone er allemaal uithaalt. Hoog en laag, maar met name ook het hoge register. En toch ook een beetje richting de lichte muziek. En mijn collega Bas Kronings ook zegt van ritmisch gewoon ontzettend strak. Als je al die syncopen, hoe je dat doorzet. En wat nog wel het vermelde waard was, maar dat is niet eens gezegd. Merle heeft dit hele werk vandaag uit het hoofd gespeeld. Dus dat was nog weer een extra compliment. Voor jou ook. We hebben natuurlijk ook in juni al jouw praktijkexamen gehoord. En destijds met cum laude geslaagd. En ook hier bevestig je dat weer. Nou, wij hebben als jury absoluut genoten. Mijn collega's bedankt en fijn dat wij hier mochten zijn. En we moeten het op afstand doen, maar ik zal jullie diploma's hier neerleggen. Oh, ja, zo, 1,5 meter. Merle. Kaya, met de opmerkingen erbij. En Maaike. Gefeliciteerd, dames. Ik wil jullie namens Eendracht echt hartelijk feliciteren en ook een dik compliment voor jullie flexibiliteit. Want het D-examenconcept, misschien niet dat iedereen thuis het weet, is echt meerdere malen verzet, afgezegd of wat dan ook, of weer in een andere manier bedacht. Uiteindelijk hebben we het zo moeten doen met een pianist in plaats van een orkest. En jullie hebben je elke keer maar weer aangepast en dat waarderen we enorm. En ik vind het zo ontzettend knap hoe jullie hier toch weer gewoon zoiets moois van hebben gemaakt. Dus namens Eendracht hebben we iets kleins, wat ook mede mogelijk gemaakt is door HEMA. Ze hebben een paar gratis ijskoffies voor jullie weten te strikken. En namens Eendracht en namens HEMA ontzettend gefeliciteerd. Goed gedaan, dames. En
En normaal gesproken zouden we natuurlijk nu in de kantine van de Claiborne een groot feest houden, maar dat kan helaas niet doorgaan. Maar dat betekent niet dat jullie getreurd moeten zijn, want we hebben namens iedereen van de Eendracht kon iets aan jullie geven en ook alle secties. Dus om toch nog een beetje een feestelijk gevoel te geven, hebben we een leuk pakketje namens iedereen van Eendracht samengesteld. Leg het maar neer. En niet alleen jullie familieleden of vrienden wilden wat tegen jullie zeggen, maar ook de voorzitter heeft nog een bericht voor jullie. Hey, Maaike, Merle, Kaya. Eindelijk is het zover. Jullie zijn geen D-examenkandidaten meer, maar jullie zijn inmiddels echte keigoede muzikanten die bij onze vereniging horen en een diploma hebben behaald waar jullie ongelooflijk trots op mogen zijn. En dat ben ik met jullie. Dus ik vond het ook wel gepast om in deze wat andere vorm dan anders jullie even persoonlijk toe te spreken en te feliciteren met het feit dat je dit diploma nu echt vandaag behaald hebt. En naast de moeilijke weg die dat misschien een beetje was deze keer, of laten we zeggen een bijzondere weg, ben ik ook heel blij dat we het met elkaar gefixt hebben. En dat met elkaar, dat is dat jullie heel veel energie erin hebben gestoken, maar ook jullie familie, jullie docent, jullie dirigent, mensen om jullie heen om dit te organiseren. En ik wil dan ook speciaal, want die vergeten straks vast zichzelf te bedanken, de concertcommissie bedanken dat ze dit moment voor jullie in deze vorm zo hebben kunnen vormgeven. Dus een compliment voor iedereen die ook aan vandaag heeft meegewerkt. En nou, ik hoop dat jullie lekker gaan genieten. Laat het los. Diploma in de pocket. Ga lekker muziek maken. En doe het vooral ook bij ons. Dus namens Eendracht, namens iedereen, namens mijzelf, van harte gefeliciteerd. Ja, dus onwijs goed gedaan. En naast dat ik jullie wil bedanken dat jullie hier zo flexibel zijn geweest, wil ik ook allereerst Gerben Kruisenbrink bedanken. Hij heeft last minute alle D-examens moeten begeleiden alsof hij eigenlijk een heel orkest was. En dat vinden we ontzettend knap en waarderen we het ook heel erg. En van dochter Roos hoorden we dat je nog nooit zoveel geoefend hebt de afgelopen tijd. En we zijn daar echt super dankbaar voor. Dus dankjewel Gerben. Achter de schermen wordt er nu een klein presentje voor Gerben overhandigd. Oh, daar is hij. Ja, niet meer achter de schermen. Kijk eens, namens Eendracht, alsjeblieft. Dankjewel. Gefeliciteerd. Ja, jij heel erg bedankt. Ja, graag gedaan. Ook willen we natuurlijk Sound Solution bedanken. Jullie inzet en expertise heeft ervoor gezorgd dat we dit concert op deze bijzondere manier en ook ontzettend fijne manier hebben kunnen organiseren. En allerlaatst natuurlijk alle mensen thuis. Bedankt voor het meekijken, bedankt voor het luisteren. En mocht jullie het nog niet gedaan hebben, kunnen jullie altijd nog een kleine bijdrage overmaken naar Eendracht om dit concert te kunnen dekken financieel. En hopelijk snel in fysieke en gezonde toestand. Bedankt allemaal. Dat is een goede vraag.